Een defecte bovenleiding vlakbij station Utrecht Centraal heeft maandagochtend voor problemen gezorgd bij de treinreizigers. Het effect van de storing was groot. Er reden minder treinen en dat zorgde voor overvolle treinen en volle perrons in de regio. Daarnaast waren er tussen Utrecht en Harmelen extra problemen. Daar werkte een spoorwegovergang niet naar behoren. De rest gaf mensen 's ochtends een opmerkelijk advies om voorlopig namelijk niet met de trein te rijden. Ze adviseerden later te vertrekken van huis of een alternatief vervoersmiddel te kiezen. Voor de mensen die onderweg zijn werd geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden. ProRail gaf aan dat naar verwachting alle problemen rond 4 uur vanmiddag zijn opgelost. En dan begint gelijk de avondspits. Ongetwijfeld zullen daar ook dus diverse vertragingen zijn. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.